Beste kijkers, in Hos Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Kartuizers in de Meierij, Tilburg, Enschot en Biezenmortel. Wij maakten een reportage van de kloosterorde in Biezenmortel. Een lintje voor burgemeester Ronnes. En een bekendmaking van de gedecoreerde van vrijdag 26 april jongstleden. Vrijdagmorgen 26 april ging burgemeester Ronnes lintjes opspelden aan bepaalde mensen uit één van de vier dorpen van de gemeente Haren. Na deze uitreikingen stapte burgemeester Ronnes rond 11:30 nietsvermoedend het gemeentehuis binnen. Tot zijn grote verrassing stond de raadzaal vol met familie, collega's, genodigden, de pers en de commissaris van de koningin in Noord-Brabant. De heer Wim van der Donk was speciaal voor deze gelegenheid naar Haren gekomen. Na een persoonlijk woord gericht aan de burgemeester werd de heer Ronnes benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En de versierselen behorende bij deze onderscheiding werden hem uitgereikt. Kinderen, gasten uit diverse landen die op dit moment hier aanwezig zijn. Eigenlijk iedereen die er is, van harte welkom. De commissaris, meneer Van der Donk. Beste Frans, lieve Annie, Joost, Merel, Gijs, wat fantastisch dat het gelukt is met Skype vanuit China. Maar dat is misschien een teken van de bijeenkomst hier, waar ook Shirley en Bram, Margriet en Nick, Cas, Dax, Mel en Milo, ik heb ze net allemaal even de hand mogen geven, Frans en Annie en alle andere gasten, dear guests, aanwezig zijn. Dat extra leveren, dat extra doen in de samenleving en in dit soort organisaties verantwoordelijkheid nemen. Dat deed je ook voor de integrale jeugdgezondheidszorg. Nadenken over duurzaamheid, over echte lange termijn, over de goede zorg voor onze aarde. Duurzame landbouw is iets wat jou persoonlijk, en ik weet dat Annie niet minder daaraan gecommitteerd is, aan het hart gaat. En dat is niet onopgemerkt gebleven. En ook op momenten dat het jezelf niet goed ging, gelukkig is dat allemaal overwonnen op een fantastische manier, was je er voortdurend ook voor anderen. Dat heeft indruk gemaakt. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn mevrouw Willy Lindeman Arends uit Helvoort, de heer Wim Lindeman uit Helvoort, de heer Piet Kroot uit Biezenmortel, de heer Bert van der Wiel uit Haren en mevrouw Angeline Graste uit Biezenmortel. De heer Christ Pijnenburg uit Helvoort is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Guus Beute uit Biezenmortel is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wat zijn Kartuizers? Waar woonden zij? Wat was hun leven? Op al deze vragen kon Jan Sanders van het BAIC op woensdag 24 april antwoord geven. Jan vertelde met veel enthousiasme over de Kartuizers in de Vorselaar Biezenmortel. U kunt nu gaan kijken en luisteren naar een stukje geschiedenis, de Kartuizers. Ik ben Jan Sanders. Ik ben afgelopen jaren bezig geweest met een onderzoek naar de Kartuizers die in Vught geweest zijn. In het verleden heb ik dat ook wel eens gedaan met de Kartuizers van Geertruidenberg.
Afgelopen jaar is er een boek verschenen over die Kartuizers in Vught. En hier in Biezenmortel hadden ze twee belangrijke boerderijen. Dus dat is de link tussen Biezenmortel en het Kartuizenklooster zoals dat in Vught gestaan heeft. Kartuizers zijn kloosterlingen, dus mensen die gezamenlijk kiezen voor een gemeenschappelijk leven in een klooster. En dat deden zij door het volgen van een bepaalde regel. Een regel die hun stichter Bruno van Keulen zo rond 1080 had uitgedacht. Die orde zou eigenlijk overal kunnen passen als het er maar stil is en rustig is. Het is inderdaad precies wat je zegt, die Kartuizers zoeken de rust, de stilte, want ze zijn erg naar binnen gekeerd. Ze willen zich afzonderen van de wereld, dus ze willen echt op zichzelf zijn. Het is dus ook geen orde die zielzorg doet of die bezig is met onderwijs of die iets medisch uitvoert. Het is een beschouwende, naar binnen gekeerde orde die dus echt de eenzaamheid vooral omarmt. Gebed, stilte, meditatie, contemplatie, dat zijn zo'n beetje de kernbegrippen van een Kartuizer. Want iedere Kartuizer woonde binnen het klooster in een eigen wooneenheid, een eigen huisje kun je zeggen. En een paar keer per dag gingen ze naar de kerk om daar gemeenschappelijk de getijden te bidden. Maar een groot gedeelte van de getijden, die andere kloosterlingen ook allemaal in de kloosterkerk vierden, die baden zij afzonderlijk in stilte in hun cel. En tussen die gebeden door lazen ze, studeerden ze. Ze deden ook nog wel wat handwerkzaamheden, want anders zouden ze al te stijf worden. Maar gebed, meditatie, dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van het Kartuizerleven. Van Brusten, groot voorplein. En dat voorplein is bestemd om allerlei gemeenschappelijke gebouwen aan te huisvesten. Want tussen de burgers gingen ze eigenlijk niet. Alleen de, zeg maar, de leiding die moest af en toe natuurlijk wel eens naar buiten, want er moest wat geregeld worden. Maar de gewone monniken, de koormonniken, kun je zeggen, die zaten eigenlijk altijd binnen in hun cel, af en toe in de kerk. Maar één keer per week bijvoorbeeld naar de gemeenschappelijke refter, want alle andere maaltijden aten ze alleen, helemaal alleen, in hun cel, in hun woningje. Ja, ze hadden net als alle geestelijke entiteiten natuurlijk een kleding van kloosterlingen, ze hadden een habijt. En het typische van het Kartuizerhabijt is niet alleen dat het wit is, want er zijn meer kloosterorden die een wit habijt hebben. Maar het voorste gedeelte en het achterste gedeelte wordt door een brede band met elkaar verbonden. En dat hebben alleen maar de Kartuizers dus. Een Kartuizer kun je overal uithalen als je hem op een plaatje ziet. Hier zijn ze vertrokken zo ongeveer rond, wat zal ik zeggen, zo rond 1640, 1641. Toen moesten ze echt daadwerkelijk hier het veld ruimen. Ze zijn al eerder een beetje verdreven uit hun eigen woning, hun eigen klooster dat ze in Vught hadden. En daarna hebben ze een zwerftocht gemaakt van bijna 100 jaar door de Meierij, waar ze in Bokstel geweest zijn. Ze zijn in Es geweest, ze hebben al een paar jaar in Sint-Michielsgestel gewoond, in Den Bosch, weer terug naar Bokstel, in Tilburg, uiteindelijk in Bokhoven. En toen, het was het 1641, toen viel eindelijk het doek en vertrokken ze naar Antwerpen. Het meest waardevol wat ze, als je uiteindelijk een Kartuizer zou vragen, zelf vonden, waren natuurlijk hun geschriften, hun geestelijke traktaten en niet te vergeten hun gebed. Want het bidden, dat was toch wel de kerntaak van Kartuizers. Dat gebed, dat zien we natuurlijk nu nergens meer terug. Maar we zien bijvoorbeeld aan materieel erfgoed nog wel boerderijen die ze in bezit hebben gehad. Bijvoorbeeld in Kasteren staat nog een fantastisch mooie Kartuizerboerderij met een mooi herenhuis, een stenen huis eraan gebouwd en een hele mooie Vlaamse schuur erbij. Verder hebben ze bepaalde gebieden nagelaten, met name bosgebieden. Omdat die eigenlijk zo slecht gelegen waren dat niemand er meer iets mee kon doen. En dat waren vroeger hele slechte gebieden en nu zijn dat fantastische, prachtige natuurgebieden geworden. Dus dat is een materieel stuk natuurlijk ook. Maar ik denk dat voor een Kartuizer het belangrijkste zou zijn, dat je zegt, het gebed, de spiritualiteit, theologische geschriften, dat zijn de belangrijkste zaken.